Wesley Rozenhout is de nieuwe directeur van de NV Grasalco. De communicatiedienst Suriname heeft gemeend een gesprek te hebben met de nieuwe leidinggevende van dit staatsbedrijf om te vernemen wat de inzichten zijn om Grasalco naar grotere hoogten te tillen. De directeur is ervan overtuigd dat met goed beleid het bedrijf binnen 6 maanden weer kan denken aan winst maken. Nou, laat me zeggen, Wesley Rozenhout is een Mongonees. Ik ben geboren en getogen op Mongo. Lagere school doorlopen, Hubertus Waardijk school en daarna naar Paramaribo gekomen. Handelsschool doorlopen, in de militaire dienst gegaan. En nu ben ik bedrijfseconoom. Ik heb gestudeerd in innovatieve leiderschap en verander management. Ik zie Grasalco als iets van mij. Trouwens, als Surinamer ben ik al vanaf oprichting van dit bedrijf ook mede-aandeelhouder. Ik zit nu hier. Het is een uitdaging voor mij. Meer nog vanwege het feit dat je op een gegeven moment je verzekerd weet van de regering heeft vertrouwen in jou gesteld om het karretje te trekken. Maar dan komt het andere, je expertise op dit gebied over het managen van zo'n belangrijk bedrijf voor Suriname. Ik ga natuurlijk alles wat ik heb uit me halen om de verwachtingen te realiseren. Wat de oorzaak is, of wat de oorzaken zijn, dan kunnen we een aantal zaken benoemen. Maar het meest springt in het oog wat de aandeelhouder, dus de bewaker van het bedrijf, wat ze met zo'n bedrijf willen. Je kan een topmanager plaatsen, maar het moment dat de regering of de aandeelhouder die support niet geeft, of dat ze geen echte plannen hebben met het bedrijf, dan loopt het dan moeilijk voor zo'n manager. Ik heb wel gemerkt dat er heel veel zaken hier zijn gedaan wat betreft management op managementniveau. Heeft men heel veel zaken geregeld om een basis te leggen voor een goed draaiend bedrijf. Dus ik heb het al gezegd, de benaderingswijze van de regering binnen een bepaald tijdbestek. Dan kan je zeggen wat je wilt, maar de regering of omstandigheden kunnen maken dat er minder focus op het parastataal bedrijf wordt gelegd, waardoor je dan een moeilijke situatie krijgt. In het geval van Grasalco heb ik gezien dat men ging draaien met royalties uit de deal met IM Gold. Op een gegeven moment zijn die zaken weggenomen. Zet nog tussen haakjes het woord royalty. Ik zou het een andere benaming hebben gegeven. Die zaken zijn weg komen te vallen. En wanneer een bedrijf als Grasalco gefocust is of haar basis gelegd heeft bij het ontvangen van geld daarbuiten om investeringen te plegen of het bedrijf te runnen. En het plotseling komt weg te vallen, dan begrijpt u die chaos die ontstaat. Dan moet je als manager heel snel kunnen omschakelen om te gaan naar een andere situatie waarbij je dan je eigen middelen zou moeten genereren om te investeren. Ik denk dat dat een van die grootste uitdagingen was geweest. Bij mijn aantreden heb ik een quickscan gemaakt van hoe ga ik dit doen. En ik heb daarbij dat stukje van
het draaien op royalties buiten schouwing gelaten. Ik heb me gefocust op innovatieve zaken, mogelijkheden te zoeken om het bedrijf zo snel mogelijk weer op poten te krijgen. Daarbij heb ik het meest voor de hand liggende oplossingsmodel aangepakt. Het feit dat dit bedrijf eigendom is van de Surinamer. En er zijn verschillende Surinamers, zijn ondernemers. En ik heb een beroep gewoon gedaan op de private sector om mee te helpen. En ze hebben geholpen. Ze hebben geholpen. Ik heb de opdracht van de regering aanvaard. Duidelijk met zekerheid dat het wel gaat lukken om dit bedrijf zeker binnen 6 maanden weer op het niveau te brengen dat het weer kan denken aan winst maken. Ja. Om een bedrijf te runnen met, laat me dat zo stellen, weinige liquiditeitsdekking. Je solvabiliteitsratio is helemaal op de rode lijn. Dan is dat natuurlijk een uitdaging. Maar het gegeven dat dit een staatsbedrijf is, een parastataal bedrijf, en wij ook van mening zijn, net als wat de president heeft aangegeven, dat parastatale bedrijven in staat moeten zijn om te runnen en winstgevend te draaien. Dat geeft al aan, dat zijn de meetmomenten voor het volk om te kunnen zien als een regering capabel genoeg is om het land te leiden. Wanneer een regering daar zit en bij die parastatale alles rommelt, dan hoeft u geen tweede keer te vragen van de competentie of de mate van bestuurskracht van zo'n regering te meten. Wanneer de regering mensen aanstelt aan het hoofd van parastatale bedrijven, dan moeten ze minimaal voor 80% zekerheid hebben dat deze personen de taak opgedragen aan hun tot een goed eind zouden kunnen brengen. Ook al zou het zo moeten zijn, kunnen zijn dat de regering niet met financiële middelen kan inkomen, toch moet zo'n manager in staat zijn om het bedrijf zeilende te houden. Ik denk dat wat mij betreft de regering een goede keus heeft gemaakt. En een korte tijd dat ik hier ben, 6 weken, heb ik al gezien dat het goed gaat. Mijn ideeën over het bedrijf goed lopen en dat de regering zeker tevreden mag zijn over de aanpak van de situatie binnen Grasalco. Verlieslatende bedrijven moeten zeer zeker geprivatiseerd worden om ze te kunnen behouden voor de gemeenschap. Vooral in die branche waar ze zitten. Als we met elkaar erover eens zijn dat het noodzakelijk is voor de samenleving, dan zal je niet moeten wachten totdat het niet meer te redden valt. Zoals je dat geval is geweest bij Bruinzeel, onder andere bij Marienburg en je zit ook bij SML. Dan moet je op tijd privatiseren. Maar ik denk wel dat de privatisering dan in handen van deskundigen gelegd moet worden. Over het andere wat ik zou kunnen zeggen is dat wanneer je merkt dat er aan leiderschap schort over een periode waardoor het bedrijf dan moeilijk zijn weg kan vinden, dan moet een regering in staat zijn om binnen haar gelederen of daarbuiten te kijken of te gaan zoeken naar de juiste manager met de juiste visie, met de juiste drive om het bedrijf weer op poten te krijgen. Dat moet mogelijk zijn. Sinds mijn aantreden heb ik gewoon gedaan wat de bedoeling in eerste instantie is geweest, wat betreft steenslag. U zei daarnet dat Grasalco de grootste is. Dat zou ik niet echt willen staven. De bedoeling is bij de oprichting dat Grasalco de grootste wordt.
We hebben gemerkt dat vanwege beleidsvoering vanuit de regering, de vorige regering, Grasalco heel klein is geworden. Net wat u zei, productie was helemaal down. Bij mijn aantreden heb ik gemerkt dat het materiaal dat wij naar Guyana verschepen werd ingekocht bij een concurrent die ook nog extra voordelen had wat betreft brandstofvoorziening. Wij als Grasalco betalen government take terwijl dat bedrijf 0 cent betaalt aan government take. Een oneerlijke situatie vind ik. En desondanks heb ik mijn focus gelegd op het herstarten van onze productieactiviteiten. Zoals ik eerder zei, ben ik gaan kloppen bij het private sector. En met dus onderhandelingen heb ik een jaw crusher kunnen vervangen, waardoor onze plant weer operationeel kon worden. En laatst. Eind november, 30 november om goed te zijn, is het ons ook gelukt om via bezuinigingsmaatregelen binnen het bedrijf zelf een bedrag opzij te kunnen leggen waarmee wij dan een voorschot hebben kunnen betalen voor een nieuwe cone crusher. Dus, wat de capaciteiten betreft, we hadden daar een plant met 1000 kubieke ton ja, per dag. Wanneer we onze nieuwe crusher gaan inzetten, operationeel komt, dan gaan we liggen in de buurt van 1500 metrieke ton per dag. En dat is een grote stap in de goede richting. Onze plannen voor Guyana. Eigenlijk, het is regionaal. We gaan regio in als speler. Maar in mijn visie kan een boom niet te hoog of te groot worden als die wortels niet stevig genoeg in de grond zitten. Daarbij hebben we eerst gekeken naar hoe we het landelijk doen. We hebben snel een overbruggingsprogramma in werking gezet om onze producten landelijk beschikbaar te stellen voor de Surinamer. We hebben daarbij gespeeld met de prijs. En wat Guyana betreft is het onze eerste exportpunt, die gaan we zeker koesteren. En we hebben gelijk in onze overbruggingsplan opgenomen een soort joint venture of samenwerking met afnemers die weliswaar een beetje zwak waren. Of ze betalen de ene keer wel of de andere keer vragen ze uitstelling van betaling. We hebben met hun gesproken en als we nu spreken is er een missie van Grasalco in Guyana om het verder uit te werken met hun dat we in een joint venture onze producten kunnen stockpilen op hun terreinen en dat die afstand van afname van het product heel kort is. Ze kunnen dat product dan bij ons betrekken. Weliswaar gaan we nog niet in de verkoop in Guyana. We gaan ons bezighouden met het opbouwen van onze stockpile op beide locaties, bij beide partners. En ook willen we, als het mogelijk is, in december of in januari het bedrijf inschrijven onder een Guyanese naam bij de Kamer van Koophandel in Guyana. Zodat we als Grasalco zelf de markt op kunnen gaan. Omdat we behalve steenslag ook graniet hebben. Dat willen we ook aan de man brengen in Guyana. De planning is dat we zeker in juli 2021 onze deuren open gaan gooien om te verkopen in Guyana. U zei het al, hun intern airport is met ons aggregate gedaan.
grote infrastructurele projecten zijn ook met ons product gedaan. In Suriname hebben we het materiaal aangeleverd voor de Weidenbosbrug en de brug over de Koppename rivier. Zie daar de kwaliteit van ons product. Maar ook onze mijn in kamp 52 in West-Suriname, Apura, ligt nu stil. We hebben ook een plan gemaakt om kamp 52 weer op gang te krijgen met betrekking tot het maken van een bouw van een brug over de Corantijnrivier. Dan wil Grasalco zeker daarbij zijn om onze kwalitatief materiaal te kunnen leveren, zodat we verzekerd zijn van de duurzaamheid van zo'n brug. We gaan onze operaties in Apura weer opstarten. En de mogelijkheid om Guyana aan te doen wordt dan korter, want dan kan je via Nikeri dan verkopen. En dit jaar hebben we gezien dat de Guyanese regering de importheffingen op aggregates, op steenslag, heeft weggehaald. Dat geeft ons meer ruimte als Grasalco om op de Guyanese markt te komen. En vanuit Guyana willen we dan bepaalde eilanden aandoen. We hebben producten wat ze willen, toch? Wat ook goed is voor hun. Kustbeveiliging, dan hebben we boulders en dat soort dingen. Dus we gaan vanuit Guyana een agressief beleid opzetten. Zoveel mogelijk Caribische landen aan boord te krijgen voor wat leverantie betreft van ons materiaal. Het is een plicht van Grasalco om bekend te zijn binnen CARICOM. Wanneer we praten over de Caribische eilanden en Guyana, Suriname, dan kunnen we het makkelijker doen met de kortere naam CARICOM. En CARICOM betekent dat die landen naar eenheid streven op alle gebieden. En zeker op dit gebied moet Grasalco haar plaats innemen om de broeders- of zusters-eilanden of landen zodanig te helpen dat ze op een niveau komen waarbij ze niet meer afhankelijk zijn van landen buiten de CARICOM om dure zaken aan te trekken. Daarom gaan we een scherp prijsbeleid voeren, zodat ze ook kunnen profiteren van dat deel wat ze bij hun hebben aangeplakt. Suriname, we hebben heel veel soorten natuurstenen en dat soort zaken. En wij gaan dan proberen om onze resources, wat onder Grasalco valt, te promoten als CARICOM-product. Nummer 1 is dat gebied Maripastong, een van onze kuikens die we moeten voeden. Maar wanneer we praten over inkomsten genereren voor het bedrijf, dan is zo zeer zeker zo'n goudmijnbouwrecht zeer belangrijk. Het is makkelijk om de middelen eruit te halen. Vandaar dat ik heel snel een inspectie heb gehouden bij Maripastong. Het materiaal daar. Maar als we praten over de verlieslatendheid van Grasalco, dan is Maripastong een grote verliespost geweest. Je hebt daar de security guards, je hebt een hele plan daar, het personeel kon je niet wegsturen. Er moest iets gedaan worden om toch wat middelen eruit te halen. Bij mijn inspectie is het gelijk opgevallen dat we een doorstart kunnen maken. Gelijk heb ik dan de stap genomen om te zoeken naar experts binnen de kleinschalige goudsector om zo'n bedrijf weer op gang te krijgen. Die experts hebben weer hun inspecties gehouden.
En ze hebben me gezegd van directeur, als we het doen zoals we dat kunnen, kan het winstgevend zijn. Daarna heb ik een vervolgbezoek gebracht met mogelijke investeerders, Surinamers heb ik gebracht, om te kijken wat we samen kunnen doen, omdat de financiële middelen niet beschikbaar zijn bij Grasalco, wat ze zouden kunnen betekenen voor de doorstart van de onderneming. Na die analyse heeft een van ze aan mij gezegd, maar directeur, waarom doet u het niet? Probeert u het niet alleen? Duidelijk om financiële redenen. Van goed, maar misschien kunnen we helpen. Welke materialen heeft u nodig? Welke machines heeft u nodig? Goud is niet onze core business. En om de tijd te nemen om het te begrijpen, gaat u belangrijke tijd verliezen. Dus laten we kijken wat we kunnen leveren aan materialen voor u. En dan kunt u die doorstart maken. Wel zijn kunnen we als backing staan, dat wanneer u die middelen nodig mag hebben, dat wij die gelijk kunnen injecteren. Dus wat mij betreft, denk ik dat dat de positie is waar ik me in me goed terug kan vinden. En daarbij was ik ook van mening dat het dat die meneer gelijk heeft. En vandaag gaat onze eerste graafmachine, waarbij we 0 cent hebben moeten uitgeven. Die meneer zet zijn eigen materiaal in om die graafmachine naar daar te brengen, om de werkzaamheden aan te vangen, weliswaar in een pilotprogramma. Om te kijken wat we eigenlijk eruit kunnen halen. Ik hoop dat het resultaat goed is aan het eind van december. En wanneer het goed is, dan gaan we gelijk in januari full scale in operatie. Wat in vitro plan betreft, vanaf mijn dag 1 ben ik onder de indruk geraakt van het aanwezige kader en competentie binnen het bedrijf. Ik heb tegen mezelf gezegd, dit moet je behouden voor het bedrijf. En als dat niet het geval is, dan bent u gewoon gefaald. Wat in vitro plants betreft, is het mijn visie dat wij dit bedrijf moeten gebruiken voor de Surinaamse gemeenschap. In vitro plant is nu gefocust op export van plantmateriaal. Wij gaan het omgooien. Naast export gaan we dit bedrijf inzetten om in zekere mate de economie in bepaalde gedeelten van Suriname op gang te krijgen. Dus belangrijk is dat we daarbij de burgers die willen meedoen, economisch zelfstandig maken en onafhankelijk. We zullen ook het exportbeleid sterk daarbij hanteren. In dat kader gaan we voor het in maart introduceren van onze Agro Farms en Instituut. Die agrofarm, daarbij gaan we onze eigen aanplant en kweekvijvers of barakken opzetten. Maar daarnaast is de focus op de gemeenschap ook sterk erbij te betrekken, waarbij we dan gaan mikken op outgrowers. Vanuit Grasalco zijn we reeds op zoek naar fondsen om dat project van de grond te krijgen. Dat wij dan die zaken voor die mensen kunnen aanleggen. Vooral de gemeenschappen waar we activiteiten ontplooien. Dan kijken we naar Marowijnen. Mungo, we hebben Patamaka Grenades. En we hebben Maripas Stoom met die gemeenschappen daar. Pikisaron, noem maar op. En we hebben Royal Hill met een, hoe heet het? 106 en Bronsweg
in dichtbij onze operatie. Dus we gaan dan een andere model hanteren om met die mensen te engageren. Ik heb gelijk een nieuwe afdeling opgezet. Naast Community Relations heb ik dan geïntroduceerd Community Development. Omdat we zien dat bij de grote multinational ook ze alleen Community Development hebben en daarnaast een fund. Maar soms is het moeilijk voor die gemeenschappen om te trekken uit die fondsen. Daarom zijn we een stapje verder gegaan. We gaan voor de realisatie van projecten binnen de gemeenschappen. En dat is precies het werk van Community Development. Dat we die mensen niet alleen een aanplant voor ze aanleggen, maar ook de begeleiding geven en die trainingen. Vandaar dat we ook hebben gemeend van, nou, sinds je op het veld bezig gaat zijn om mensen te trainen, wat doe je voor de jeugd? En we hebben toen gelijk geïntroduceerd, ook in onze planning, die Agro Instituut. De bedoeling is dat we kinderen vanaf hun advies naar de zesde klas ook met onderwijs zullen gaan zitten om het uit te werken dat die kinderen na hun zesde klas ook een advies naast MULO en LBO advies krijgen om landbouw te gaan studeren. En we gaan onze landbouwuniversiteit dan koppelen aan het middelbare hogeschool. Dus dan na zo'n 3 jaren denken we dat dat kind al genoeg kennis is ingepompt, zodat die dan die stap kan maken naar hbo-niveau, waarbij we dan op universitair niveau mensen, Surinamers zullen opleiden, jonge Surinamers zullen opleiden om aan landbouw te gaan doen. Je hebt dan verschillende vormen van landbouw, welke we kunnen doseren, agroponics, noem maar op. In het agro gebeuren heb je dan kweken van vissen, kweken van pluim, kweken van vee. Dus die zaken willen we dan gaan doseren bij, natuurlijk met de hulp van de overheid, de aandeelhouder, maar ook nog met buitenlandse partners. Voor wat in vitro plan betreft, betekent dat ook het creëren van afzetmogelijkheden in Suriname. Ik heb het reeds gezegd, als je een boom hebt die een grote loof heeft en niet stevig in de grond staat, bij de kleinste wind gaat die of door midden breken of omvallen. Wij willen dat niet doen, vandaar dat we ons genoeg tijd vrijmaken om de basis goed te plannen en samen ook met de gemeenschap dit bedrijf probeer ik aan de Surinamer te verkopen als het is iets van u. Zit niet aan een kant te wachten totdat ik die fout maak om mij te beoordelen of te veroordelen. Maar kom, steek je handen uit, kom met kennis, stap erbij en laten we schouder aan schouder dat wat gemeenschap bezit is opbouwen en duurzaam maken. Voor wat de royalties betreft, dat weggenomen is van Grasalco, zeg ik dat het dat een misdaad is tegen het bedrijf. Zo kijk ik er tegenaan. Ik heb me vanaf dag 1 ingezet om die middelen terug te krijgen. Maar terugkrijgen is niet alleen het belangrijkste. Hoe ga je die middelen inzetten? Wat ga je met die middelen doen? In mijn beleid heb ik opgenomen dat zeker wat betreft exploratie, het weggeven van geld om te exploreren, ik dat voorlopig in de ijskast ga stoppen. Ik wil investeren in productie. Omdat je het sneller terugkrijgt, de return of investment, kan je dan ook mede bepalen. Maar
bij exploratie weet je niet wat je krijgt. Dus het is een soort, ik noem het een soort, aan een kant geschoven geld. Dat je, waarover je geen zekerheid hebt. U sprak over lelie. Is een verschrikkelijk ding. Dat een staatsbedrijf miljoenen uitgeeft aan exploratie, om reserves aan te tonen, dan zou ik denken dat de aandeelhouder blij zou moeten zijn met de resultaten. Het moet nooit zo zijn dat jij als bedrijf bang moet zijn om zaken door te geven aan de aandeelhouder. We hebben hier gemerkt dat het moment dat die zaken bekend zijn geworden bij de toenmalige aandeelhouder, zij hun plicht hebben vergeten. En het lijkt me niet anders dan dat men hebzuchtig is gaan worden. En men heeft die concessie weggepakt. En je ziet, het is niet transparant gegaan. Omdat een concessie die niet vervallen is, kan je onmogelijk zonder opgave van reden of betrokkenheid van de concessiehouder een andere bestemming geven. Terwijl het bedrijf reeds in onderhandeling was met multinationals. Ik zou denken van kijk, de aandeelhouder kan twijfelen aan de competenties binnen Grasalco. En dat ze dan kiezen om een multinational in te schakelen. Om die middelen, de aangetoonde reserve, sneller in geld om te zetten. Zodat de staat daarvan kan profiteren. Dan zou zo'n overweging wel voor mij begrijpelijk kunnen zijn. Maar het moment dat je ziet dat iets wat het bezit is van meer dan 500.000 Surinamers, dat je die afpakt en gewoon aan een kleine groep van die originele aandeelhouders geeft. Toch? Zijn die andere Surinamers dan een soort tweederangse burger geworden? Hebben ze ook geen rechten? Het is gewoon, ik noem het gewoon een misdaad. En ik denk dat in Suriname wij het besef moeten hebben dat niet een regering alleen uw bezit voor u gaat beschermen. Wij moeten opkomen voor dat wat van ons is. Je zou dan eigenlijk moeten zien dat vooral maatschappelijke groepen keihard zouden moeten protesteren. In plaats daarvan zie ik dat alleen de directie van Grasalco een aantal protestbrieven heeft geschreven naar de aandeelhouder toe, welke niet mocht baten. Maar zou de gemeenschap dan in oproer komen, dan was het waarschijnlijk al eerder teruggedraaid. Deze regering heeft een andere approach. En ik ben ervan overtuigd, trouwens bij die gesprekken met belangrijke actoren binnen de regering, geven ze allemaal aan dat ze geschokt zijn over die handeling. Dat geeft hoop. Dat geeft hoop, omdat je dan het gevoel krijgt van eindelijk zijn rechtvaardige Surinamers aan het bewind van dit land gekomen. Mensen die het menen met de investeringen van het land, mensen die menen het menen met de rechten van het volk en zeker hun plicht niet achterwege zullen laten of verzagen, maar zeer zeker zullen kiezen voor het behoud van nationaal goed. En wat Lely betreft heb ik geen moment dat ik twijfel dat die concessie, die mijnbouwrechten terug in de boezem komen van Grasalco. En ik ga in ieder geval me tot het uiterste inzetten met gebruik maken van de mijn ten dienste staande middelen. Ook zal ik ook niet schromen
om naar de rechter te stappen om onrecht recht te trekken. Voor wat betreft andere concessies zoals Brokolonko, heb ik daar gezien dat er een constructie is geweest met NV1, een zeer dubieuze iets. Tot nog toe kan ik u niet precies uitleggen wat daar is gebeurd. Maar op een gegeven moment is die concessie niet meer in handen van Grasalco. Wij gaan vechten voor het terughalen of terugkrijgen van al onze rechten die zijn weggenomen. En ik denk dat de regering ook op één lijn staat met mij om wanneer het gaat over concessies van Grasalco. Want maak je het niet mogelijk dat jij als regering middels jouw staatsbedrijven als Grasalco een sterke prijsbeleid kan voeren naar de gemeenschap toe, dan is het hetzelfde als verkopen van je volk aan de willekeur van malafide of bonafide handelaren. En bij Grasalco zullen we dat in gedachten houden, dat wanneer we een product op de markt brengen, dat betaalbaar moet zijn voor iedere laag van onze samenleving. Mijn stelling dat de gemeenschap betrokken moet worden aan de activiteiten van Grasalco is gewoon gebaseerd op hun recht. Toch? Dit bedrijf is gemeenschapsgoed. En we hebben gezien dat in het verleden rapportage naar de regering, die overigens door diezelfde gemeenschap gemachtigd is om het land te besturen, niet erin heeft geresulteerd dat het bedrijf die investeringen kon beheren. Ik heb gemeend om het cultuur binnen het bedrijf te veranderen. Naast de rapportage, de verplichte rapportage, naar de aandeelhouder toe, gaan wij ook transparant rapporteren naar de werkelijke aandeelhouder, dat is de Surinamer. In dat kader heb ik gemeend om mediacampagnes te lanceren, waarbij het volk in hun eigen taal, niet alleen in het Nederlands, maar ook in de Sanlantomo, informatie kan krijgen over Grasalco, zodat zij op de hoogte zijn van de richting waar we naartoe gaan. Dat zij ook kunnen meedenken en meehelpen om het bedrijf weer winstgevend te maken. Ik heb dat gezien dat mijn benadering vruchten heeft afgeworpen door de ondernemers erbij te betrekken. Waarom zouden wij de rest van de aandeelhouders niet erbij betrekken? We gaan transparant werken. Die transparantie houdt in dat we op iedere moment informatie naar de gemeenschap toe zullen geven en dat de gemeenschap kan helpen met adviezen wat we kunnen doen. Maar belangrijk is dat wij het bedrijf winstgevend zullen krijgen. En daarvan ben ik overtuigd.